De Alphaman De Alpha-man. De Alphaman. Presenteert Het wederzijds huwelijksbedrog Lodewijk en zijn knecht Jan lopen door Utrecht. Lodewijk is van adel, maar de twee moeten hun geld verdienen door vals te spelen met kaarten. Om hun levensstandaard te verbeteren doen ze alsof ze een graaf en een baron zijn. Lodewijk is namelijk van plan om een rijke vrouw te versieren die hij bij de Malibaan heeft gezien. Aangekomen bij de Malibaan nemen ze een herberg tegenover de dame haar huis. De dame blijkt Charlotte te heten. Charlotte doet alsof ze erg rijk is, maar is dit in werkelijkheid helemaal niet. Als ze Lodewijk opmerkt, ziet ze dollartekens en nodigt hem uit in haar huis. Tijdens de ontmoeting doet Charlotte alsof ze vaak juwelen koopt en laat ze Lodewijk een nepring kopen voor 800 gulden. Andersom laat Lodewijk bij het weggaan twee zelfgemaakte wisselbrieven achter ter waarde van 2000 pond. Charlottes moeder is blij. Alleen moeten ze nog een manier vinden om van die dure bruidschat af te komen. In de herberg gaan Lodewijk en Jan voor het raam staan en doen ze alsof ze ruzie om geld hebben, wetende dat Charlotte dit zal zien. Dan komt Charlottes dienstmeid klaar aanlopen met een brief waarin staat dat Charlotte het klooster in moet. Snel werkt Lodewijk aan een plan B terwijl klaar Baron Jan probeert te versieren. Dan komt Charlottes broer Karel thuis, die snel doorheeft dat er iets niet klopt. Als hij Jan ziet, herkent hij in hem een weggelopen soldaat uit zijn leger. De zaak komt uit en even lijkt het er slecht uit te zien voor Lodewijk. Dan blijkt dat Karels vrouw de zus van Lodewijk is en dat ook Charlotte geen cent te makken heeft. Iedereen heeft elkaar bedrogen. Lodewijk en Charlotte mogen uiteindelijk toch trouwen en iedereen is blij. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in oplichting, schaken en Utrecht.